Waarom het weer tijd is om een nieuwe laptop te kopen. Gepubliceerd door hln.be. Gemiddeld zingen we het ongeveer 5 jaar uit met onze laptops, al is het moeilijk te zeggen wanneer het objectief gezien tijd is om een nieuwe te kopen. Onze techredacteur belicht de 5 voornaamste redenen waarom je huidige laptop misschien aan vervanging toe is. 1. Moore's wet is ongenadig. Gordon Moore, de visionair stichter van de Amerikaanse chipfabrikant Intel, voorspelde in 1975 dat de snelheid van processors iedere 2 jaar verdubbelt. In Moore's tijd werd dat nog afgemeten aan het aantal transistors op een chip, vandaag is het een complexer verhaal waarin ook bijvoorbeeld de gebruikte materialen een rol spelen. Maar die verdubbeling om de 2 jaar blijft nog min of meer overeind. Reken dat dus terug, en je merkt dat de gemiddelde laptop van nu zo'n 4 keer sneller en krachtiger is dan een van 4 jaar geleden. Vooral voor wie games speelt of veel eisende software draait op zijn computer kan een laptop op een bepaald moment echt niet meer voldoen. 2. Dunner en lichter. Nog een wetmatigheid, laptops worden niet alleen krachtiger, maar ook lichter en dunner. Hoe dunner en lichter je gaat in het huidige aanbod, hoe minder rekenkracht je doorgaans ook krijgt. Slanke modellen die desondanks erg krachtig zijn, de thin en light laptops bijten een diepere hap uit je portemonnee. Maar over de hele lijn blijf je een verdunning zien in de bouw van een laptop, zeker het over een termijn van 5 jaar bekijkt. 3. Verbeterd scherm. Schermen zijn laptops de afgelopen jaren fors verbeterd. Een Full HD scherm is vandaag het minimum, en resoluties lopen snel op naar 4K. Wie echt is met een budgetmodel kan misschien nog wel lager gaan dan de 1920 op 1080 pixels die een hoge resolutiescherm biedt, maar als je weet dat Full HD modellen al aan een prijs onder de €300 beginnen, weet je dat je het echt niet voor minder hoeft te doen. 4. Sneller geheugen. Geheugenchips hebben de afgelopen jaren een flinke boost in snelheid gekregen, waardoor moderne laptops met het voorlopig allersnelste DDR4 geheugen, Double Data Rate 4, stil aan de standaard zijn. Dat geldt ook voor de opslag, je huidige model met een klassieke harde schijf, maar SSD's, Solid State Drives, nemen het helemaal over. Die grote geheugenchips die in de plaatsgaande schijf komen hebben snelheid als voordeel, maar ze gaan ook minder makkelijk stuk dan een opslagmedium dat nog met bewegende delen werkt. 5. Doe jezelf een plezier. Een laatste goede reden om je laptop te upgraden zit eerder tussen de oren, maar ze wordt gevoed door een combinatie van al het voorgaande plus de looks. Het uiterlijke design van een laptop speelt vandaag een belangrijke rol. We klappen onze laptop ook meer en meer buitenshuis open, dus om de zoveel jaren voelt het goed om jezelf eens in het nieuw te steken wat je computermaterieel betreft. Top 3 beste laptops van het moment. 1. Beste budgetlaptop Acer Aspire 5, €499. 2. Beste basislaptop Lenovo IdeaPad S340, 799.